De werkgelegenheid op Schiphol is hersteld. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek. Vorig jaar daalde de werkgelegenheid nog maar met 0,3%. Ten opzichte van 2009 is dit een verbetering van 7,4%. Het totale aantal personen komt op bijna 60.000 in 2010. Het herstel op Schiphol is sterker dan op landelijk niveau. De groei is vooral te zien bij overheidsinstellingen zoals de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst. De verwachting voor 2011 is positief. Van alle bedrijven met werkgelegenheid denkt ruim een kwart dat het personeelsbestand dit jaar zal groeien.